Hey, hallo Erik hier, welkom in deze video. In deze video wil ik heel graag een van de meest krachtige inzichten delen die ik de afgelopen 15 jaar heb ontdekt. En dat inzicht dat komt van, nou, ik denk wel een van mijn grootste leermeesters, Stephen Covey. En dit principe hanteer ik nu meer dan 10 jaar. En het is zo'n simpel principe om te kennen. En het is een heel lastig principe om continu toe te blijven passen en door te blijven voeren in je leven. En ik weet in ieder geval vanuit mijn ervaring dat hoe meer ik dit principe blijf toepassen in mijn leven, hoe makkelijker, simpeler, mooier en completer mijn leven voelt en is geworden in mijn ogen. En dat principe is het principe van de cirkel van invloed. En de cirkel van invloed, dat is eigenlijk, wil niks meer en niks minder zeggen als dat je 100% verantwoordelijkheid mag nemen voor je eigen leven. We kennen het allemaal dat we de hele dag door alleen maar worden beïnvloed door de grote boze buitenwereld. Dat noemt Covey de cirkel van betrokkenheid. Als je gaat kijken naar wat er in de wereld allemaal speelt en hoe vaak je bezig bent met social media en hoe vaak je op nu.nl kijkt of op nieuwswebsites, televisie, goeroes, boeken, politiek, samenleving, vrienden, vriendinnen, wat iedereen aan het doen is, waar iedereen uithangt, waar iedereen op vakantie is, wat er allemaal gebeurt op school, wat er allemaal nodig is om erbij te horen bij de sportclub, bij de sportvereniging, noem het allemaal maar op. Dan zijn dat allemaal prikkels van buiten naar binnen. Van de buitenkant, de grote boze buitenwereld, de omgeving, op jou. En dan kun je ongelooflijk van in de war raken. Dan kun je ongelooflijk van de leg van raken. Dat je denkt, oh shit, die gaat op vakantie. Oh, dan moet ik dat ook. Of hey, die coach heeft weer een nieuw boek uitgebracht. Oh, daar moet ik ook een boek gaan uitbrengen. Of, hey, deze collega die gaat een dag minder werken. Oh, dan moet ik ook een dag minder gaan werken. Oh, nou zie ik dat allemaal vrienden lekker met elkaar een Green Egg barbecue hebben gekocht. Oh, dan moet ik ook een Green Egg barbecue kopen. Je wordt de hele dag door alleen maar beïnvloed voor je gevoel door de cirkel van betrokkenheid. De grote boze buitenwereld. Terwijl het enige wat je hoeft te veranderen, is het enige wat je kunt veranderen. En het enige wat je kunt veranderen, dat ben je zelf. Je kunt niet, mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Dus de enige manier om zelf vrolijk en blij en wijs en heel dicht bij jezelf te blijven, is door te leven vanuit de cirkel van invloed. Door te kijken, wie ben ik? En waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Wat zijn mijn normen en waarden? En wat is voor mij belangrijk? Waar ga ik op aan? En dat je vanuit dat principe, dat is dus helemaal niet egoïstisch. Nee, dat is zoals Remco Klaassen dat noemt, gezond egoïsme, egocentrisme, ericologie in mijn geval. Dat je juist alleen vanuit jezelf gaat kijken, wie ben ik en waar word ik blij van? Wat is mijn missie? Wat zijn mijn waarden? Wat is er voor mij belangrijk in mijn leven? En dat je vanuit daar gaat handelen. De cirkel van invloed. Dus ik heb eigenlijk geen LinkedIn. Ik heb wel een LinkedIn profiel en ik kijk er nooit op. Facebook, ik heb wel een Facebook account en ik zit nooit op Facebook. Nu.nl, ja, ik kijk er heel af en toe op om te kijken wat voor weer het wordt en heel even misschien nog een klein beetje mee te krijgen van de wereld. En voor de verder is, ik heb geen app van Nu.nl op mijn telefoon staan. Mijn Instagram account, ik vind Instagram heel leuk. Ik vind Instagram zelf heel visueel ingesteld. Ik vind het leuk om dingen te delen van de omgeving waar ik zit. Daar word ik zelf heel blij van om in de natuur te lopen. En dan moet je kijken, van dit soort plaatjes, daar word ik zelf heel erg blij van. Dus ik vind het leuk om Instagram te gebruiken. En ik volg bijna niemand. Ik heb op dit moment 7 volgers. En er zijn ook allemaal vrienden en bekenden van mij. Omdat ik het leuk vind om te kijken wat hun bezighoudt. Niet om mezelf met hun te gaan vergelijken. Maar gewoon om te kijken van, hey, hoe gaat het met ze? En voor de verder rest, ja, niet zoveel. Dus er zijn regelmatig mensen die dan op mij afkomen en zeggen, hey Erik, weet je wat die en die aan het doen is?
Hè, dat gaat dan over andere business coaches. Of nou, ik vind mezelf niet per se een business coach. En dat zijn mensen die events organiseren. Of online ondernemers die weer een nieuw product hebben bedacht. Of een nieuwe dienst hebben bedacht. Of die weer met een nieuw verdienmodel komen. Of dat zijn mensen die weer zeggen, oh, heb je dit al gezien? Er is iets nieuws op de markt. Dat gaat over artificial intelligence. Of over crypto. Of over bitcoin. Of over vastgoed. Of over goud. Of je wordt de hele dag plat gegooid met al die inzichten. Dus ik vergelijk mezelf ook nooit met iemand. Dus als iemand zegt, hey, ik ken je die en die en die, dan zeg ik, die ken ik, die naam heb ik al een aantal keer gehoord. Oké, en dat is, ik weet dan ook wel wie de persoon is. En ja, dan zeggen ze, oh, hij of zij doet het zo. Hoe is dat voor jou? Ik zeg, het enige wat ik belangrijk vind voor mezelf is te handelen vanuit mijn missie en mijn kernwaarden. En daarin, en nou, dat is het moeilijke voor heel veel mensen, en dat is voor mezelf ook nog steeds best wel soms een uitdaging, is om dan ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Dus als je handelt vanuit de cirkel van invloed, namelijk niet kijken naar de grote boze buitenwereld en je daardoor laten beïnvloeden, alleen als het je helpt op het moment dat het een vuurtje in je aanwakkert op een gezonde, positieve manier, als je vanuit je eigen cirkel van invloed probeert te leven, dan is mijn eigen ervaring dat mijn missie en mijn kernwaarden mij daar elke dag het vuurtje in mij doen aanzetten. Zielsmissie en kernwaarden. En vanuit daar is het ook dan aan mij om daarin 100% verantwoordelijkheid te nemen. En dat gaat niet altijd. Dus dat betekent 100% verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gezondheid. Oké, wat betekent voor mij 100% verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gezondheid? Dat betekent in mijn geval, geen alcohol meer drinken, niet te veel snoepen. En af en toe een koekje of een snoepje of een chocolaatje, ja prima, we zijn mens. En ik hoef niet per se het lichaam te hebben van een afgetrainde triathlon of van een wielrenner die de Tour de France rijdt. En daarin wel jezelf serieus nemen, dus daarin ook verantwoordelijkheid nemen. Dus op het moment dat iemand vraagt, wil je een snoepje? Nee, ook al heb je er misschien zin in. Als iemand zegt, doe even lekker biertje, is toch gezellig. Dan ook zeggen, nee, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven, dus ik doe dat dan niet. Dus dat betekent niet alleen gezond eten. En ik heb nu op dit moment sinds een half jaar een personal trainer, Tijn. Daar oefen ik 1-2 keer in de week, ga ik ermee fitnessen. Dat betekent vroeg mijn bed uit, om 6:30 in de sportschool staan. Ja, ik neem daar verantwoordelijkheid voor, omdat ik me gewoon gezond wil voelen. Ik wil fit zijn. Ik wil op de lange termijn wil ik een gezonde 70, 80, 90-jarige zijn. Niet dat ik op de korte termijn denk, hey, weet je wat, de boel. Laat lekker maar zitten en we leven maar één keer en na morgen zien we wel verder. Die balans zien te vinden en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dus het gaat over je lichamelijke gezondheid. Het gaat dus ook over jezelf blijven ontwikkelen. Ik vind het ook heel leuk om mezelf te ontwikkelen. Ik vind het leuk om boeken te lezen. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken als ondernemer. Om als mens, als man nieuwe dingen te onderzoeken. Daarom ga ik binnenkort voor het eerst naar een mannenretreat, een mannencirkel. Nou, dat heb ik 10, 15 jaar geleden nooit gedacht dat ik dat ooit zou doen. En nu voel ik, ja, dit is echt wel wat ik interessant vind en wat ik nodig heb. Dus om op die manier ook vanuit je mentale lichaam je verantwoordelijkheid te nemen. En ook vanuit je EQ. Dat je ook moeilijke dingen aangaat met jezelf. Dat je jezelf aankijkt. Dus dat je verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die je raken. En dat je daar eerlijk in bent. Dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Dat je deelt van, goh, ik weet dat het misschien niet het leukste is wat je wil horen. En dit is toch echt wel gewoon wat ik op dit moment voel bij mezelf. Dus ook daarin verantwoordelijkheid nemen. En dit alles, wat voor mij het meest belangrijke startpunt daarin is, is verantwoordelijkheid nemen voor de roep van mijn ziel. Wat is het vuurtje wat in mij is aangewakkerd? Wat is het vuurtje wat aangewakkerd mag worden? Wie ben ik in essentie? Wat kom ik hier doen op deze prachtige aarde? Moet eens kijken, we zijn toch gewoon, mogen toch alleen maar nederig zijn en dankbaar zijn dat wij op deze prachtige aarde mogen rondbanjeren. En wat gaan we ermee doen? Gaan we Netflixen? Gaan we televisie kijken? Gaan we de kroeg in en gaan we apres-skiën tot 6:00 s'avonds? En rollen we dan dronken de berg af ons nest in? Ook lekker trouwens. Of
is het van nee, wacht eens even, ik zoek de balans op en ik mag lekker een keer op tijd mijn nest inrollen en ik mag lekker een keer Netflixen. En op een ander moment ga ik weer luisteren naar de roep van mijn ziel. En ik ben zelf heel erg gaan leren en ik heb ook verschillende video's gemaakt, ook in Oostenrijk, ook in dit gebied, in Mello, Damoels, daar kom ik regelmatig. Om ook bij je zielsmissie uit te komen. Dus als je daar meer over weet, kijk op mijn YouTube kanaal, abonneer je op mijn YouTube kanaal. En geef een likeje voor deze video. Als je deze content interessant vindt, dan weet ik dat ik daar meer content over mag maken voor je. En om echt ook helemaal in contact te komen met je zielsmissie. En wat is dat dan? En hoe werkt dat dan? En hoe kom je daarbij bij je ziel? Is dat vaag? Weet je wel wat je ziel eigenlijk is? En als je dat weet, hoe kom je daarbij? Hoe kun je er woorden aan geven? Nou, ik ben na de laatste 15 jaar mezelf in gaan specialiseren. Sterker nog, ik denk dat het mijn zielsmissie is om andere mensen hun zielsmissie te laten ontdekken. En daarom heb ik niet alleen van dit soort video's op mijn YouTube kanaal of via online social media, e-mails enzovoorts, maar ga ik ook een 3-daags event organiseren, een echt real life event in het Echi dus. Het eerste event staat gepland in januari 2024. Kijk hieronder in de omschrijving voor meer informatie over dat event, omdat ik in dat event de roep van de ziel 3 dagen lang met jou ga zakken in jezelf. Ik ga door middel van meditaties, de teachings en de healings die ik zelf heb mogen leren van mijn sjamaan en de hele lineage van shamanen en wisdom keepers, mag ik dit weer gaan doorgeven. En dat ga ik doen op een 3-daags event, de roep van de ziel. Kijk dus hieronder voor wanneer dat dan is. En dan gaan we 3 dagen lang gaan we dus zakken. We gaan mediteren, we gaan dieper voelen. We gaan in rust en ruimte vanuit een veilige bedding gaan we contact maken met jouw ziel. En gaan we die ziel activeren bij jou. Gaan we het vuurtje in je laten aanwakkeren, zodat jij zelf ook veel makkelijker verantwoordelijkheid kunt nemen voor jouw leven. Yes? Mooi. Ik hoop dat deze video inspirerend voor je was. Kijk je eronder dus voor meer informatie. En ik wens je een hele mooie dag. Heb het goed en tot de volgende video. Bye bye.